Unchain my heart. Ja, elk jaar organiseert het Davidsfonds Nationaal de Nacht van de Geschiedenis. En hier in Texel doen we dat eigenlijk al jaren in samenwerking met de Heemkundige Kring de Griffioen. Zijn we een goede tandem. En dit jaar was het centrale thema muziek. Ja, en wat zet Texel op de kaart als het over muziek gaat? Ja, dat is Graspop. En dan zijn we gaan aankloppen bij Graspop VZW. En ze zagen dat zitten om daarmee hun schouders onder te zetten. En vandaar dat we hier vandaag de geschiedenis van 30 jaar Graspop uit de doeken gaan doen. Met heel veel verhalen, met beeldmateriaal, met anekdotes en natuurlijk ook een streepje muziek. Want ja, geschiedenis van een muziekfestival zonder live muziek, ja, dat is eigenlijk zoals een café zonder bier, hè. We bouwen de avond chronologisch op. Bij het binnenkomen zag je een film van de allereerste editie in 1986. En aan de hand van foto's, verhalen en anekdotes wandelen we doorheen de afgelopen 30 jaar. You got me suited like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, honey, set me free. Ja, deze avond, 30 jaar de Nacht van Graspop, ingericht door het Davidsfonds en de Heemkundige Kring. En als ik nu kijk, de opkomst, 350 mensen, dan is er eigenlijk toch wel heel veel interesse. Ook heel leuk, 30 jaar, 32 jaar Graspop, met de affiches erbij, met veel anekdotes. Een hele plezante avond wordt het vandaag en dat gaat succes worden. Ja, we gaan hier een beetje toelichten hoe Graspop ontstaan is in 1986 in het klooster van Prochie in Witgoor. We zijn toen begonnen met een festival naast dat klooster en we hadden het eerste jaar 500 bezoekers. En zo hebben we Graspop jaar na jaar zien stijgen tot in 1995 en toen hebben we een zware klap gekregen. We hadden 4 miljoen Belgische frank verlies. Dat hebben we moeten oplossen en we zijn erin geslaagd. We zijn toen een ander schip gaan varen en we zijn in de middel gegaan en dat is een groot succes geworden. Ja, dan gaan we nu stilletjes aan de jaren van Graspop overlopen, de geschiedenis van 30 jaar Graspop. En we beginnen met het eerste jaar naast de scharnier. Dat is dus in 1986. Met relatief onbekende groepen, de Borodins, New Entry, de Maasai en de Knights. Dat was dus de allereerste editie. Ik eet ook heel graag oesters, groen champagne. Dat eet ik wel zo'n bijt al mijn leven lang. Maar als ik heb gezopen, hoefde ik niet zo exquis. Over de beginjaren zijn er heel wat verhalen en kunnen we heel wat vertellen. Mark, wat hebben we meegemaakt met Herman Brood? Ja, de eerste affiche, ook zo'n beetje samengesteld dankzij Herman Schuurmans. Met Herman Brood hebben we toch wel wat meegemaakt. Kwartier voor aanvang van Herman Brood kwam de manager naar ons toe gelopen. Weten jullie de Herman zitten? Hoe zullen wij de Herman weten zitten? Jij bent toch manager? Zitten die in de kleedkamer? Nee, zit die in de kleedkamer ook niet op de wc, overal gaan zien. Heel de schamier doorlopen, geen een Herman. Ja, we begonnen zelf al wat aan te zweten. Het optreden begon binnen de 10 minuten. En op een gegeven moment zei iemand tegen ons, zet je dan alles gaan kijken aan de cafés, misschien zitten daar. Zat er inderdaad iemand met een strooien hoed, een zonnebril, een bierkartje voor zijn pint. Het was trouwens op het terras van Café de Kuro. Niet storen alsjeblieft. Dat was Herman Brood. Dat was eigenlijk de eerste frats dat we wat meemieken.
En hij is toch nog op tijd op het podium geraakt en een fantastische show gegeven. We zitten nog altijd op de Witte Berg en hier zit je nog wat attributen. En we zijn beland in 93. Prachtig affiche. Lovebeens weer op de affiche. Ook Björn Again, de ABBA-imitators. Manic Street Preachers, waarvan de gitarist nog altijd spoorloos is. Carter USM, Luca Bloom, An Emotional Fish. De Mannen op Hoge Hakken, de Cramps en de Ramones. Ja, en de Ramones, die waren headliner. Vertel eens, Gert, hoe dat zat met de Ramones. Ja, dat was nogal iets. Vooraleer dat zij het podium opkonden, moest de lichttechnieker heel het podium vol met witte rook via een rookmachine blazen. Dat je van in het publiek eigenlijk niks meer zag. Want de Ramones waren zodanig onder de drugs dat we ze echt hebben moeten zetten op een plaats, want ze geraakten er zelf niet meer op. Dus ja, maar we moeten wel zeggen dat we heel trots waren dat ze op Graspop gestaan hebben. Op dit moment hebben we bijna 1500 foto's ingescand en gekopieerd. En daar hebben we dus een complicatie van moeten maken. En als u dan nagaat dat er vanavond maar 200 gebruikt worden, ja, dan kunt u nagaan waar we mee bezig zijn geweest. Ik heb er dus de tijd een beetje bijgehouden en ik ben er dus ruim 36 uur mee bezig geweest, alleen met foto's van Graspop. Patrick heeft de vrijwilligers van Graspop al bedankt, maar ik zou op mijn beurt heel graag alle mensen die deze avond hebben mogelijk gemaakt ook heel hartelijk bedanken. De mensen van de techniek, Ivan, Patrick van Gestel, Gert ook. De mensen van Graspop VZW, Patrick, heel erg bedankt ook voor alle energie die jullie erin gestoken hebben. En last but not least, heemkundige kring, speciale dank u wel aan Arno Omens die... Het is echt een monnikenwerk geweest, hè Arno, om al die foto's in te scannen, heel die PowerPoint op te maken. Heel, heel, heel erg bedankt. Luc ook voor de presentatie. Bedankt ook, Leen. En bedankt voor het komen. Blijf nog rustig hangen. De Johnny Twist gaan nog een paar geweldige nummers spelen. En daarna komt nog een filmpje van Graspop in overzicht. Je kunt rustig eens gaan drinken. En tot ergens binnenkort. Dankjewel. Ik stond zelf ook vorig jaar of twee jaar geleden, denk ik, op Dessel Swingt met mijn band. En dan zingen we liedjes als alles het volgende. Ik draag een groot geheim met me mee. Ik drink namelijk graag een pintje, maar soms ook twee.